gaat helemaal goed. Vandaag in het Groene Oosten gaan we verpakkingsvrij winkelen in Zwolle. Kan je 20.000 euro winnen voor een groene straat? En wordt de restwarmte van Twents ingezet om Enschede van het aardgas af te krijgen? Boodschappentassen vol met boodschappen, maar eigenlijk zijn dat ook tassen vol met verpakkingsmaterialen en vaak onnodig. En daar gaan ze hier in Zwolle mee aan de slag. Kijk, verpakkingsvrij aan het boodschappen doen. Ja. Is dat goed te doen? Heel goed. Echt waar? Ja. Hoe lang doe jij dat al? 5 jaar. Zo, dan ben je echt wel een voorloper. En is het dan geen gedoe? Nee, voor mij is het juist helemaal geen gedoe, want ik vul het hier, ik neem het mee naar huis en ik zet het zo in de kast. Oké. Doe maar een speld gesneden, alstublieft. En mag het in deze zak? Ja, helemaal goed. Waarom vind ik dit zo belangrijk? Ja, de afvalberg wordt alleen maar groter. Ja, het zou mooi zijn als dat allemaal op één berg ligt, maar dat is niet zo, hè? Want het grootste deel komt gewoon in het milieu terecht. Een heel klein deel wordt maar gerecycled, want die systemen werken nog steeds niet optimaal. Ik had zoiets van, ik kan wachten totdat de overheid daar iets aan doet, maar ik kan ook zelf beginnen. Ja. Jij doet het nu al 5 jaar. Was het ook aan het begin een beetje vreemd als je bij winkeliers binnenkwam met je bakje en je tasje? Het is anders. De vraag die je stelt is anders. Maar op een gegeven moment kennen ze je en weten ze dat je met je eigen zak komt. En is de vraag niet meer zo raar. Dus heel Zwolle moet meedoen, uiteindelijk. Dat is de bedoeling? Dat hoop ik wel, ja. Jij als pionier 5 jaar geleden, nu die drempel naar beneden voor de rest, moet het er goed komen? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Nou, tof. Ik moet ook nog boodschappen doen trouwens. Heb je je verpakkingen meegenomen? Nee. Zo, en zo haal ik kaas, thee en groenten zonder verpakking. Kijk, ik heb een bakkie. Ja, helemaal goed. Mag ik zonder Engelse lekkere pie erin. Ja. Pulled pork doen. Pulled pork. Vers gemaakt in onze winkel. Hoppakee. Helemaal goed, kijk eens al. Lekker hoor. Zo doen we dat hier. Bijzonder moment. Nou, het is niet zomaar een sticker, het is een keurmerk. En het is een bijzonder moment dat deze ondernemer meedoet aan het verpakkingsvrij of verpakkingsarm maken in Zwolle. En dat is natuurlijk een prachtig initiatief en dat steunen wij van harte. En de Zwollenaren die zien dus in de toekomst de wethouder op zijn fietsje langs al deze winkels verpakkingsvrij boodschappen doen? Ik zou liegen als ik zeg dat ik dan niet in andere winkels zou komen, maar ik hoop wel dat andere winkels dit voorbeeld zullen gaan volgen. Waarom ben je hier onderdeel van? Nou, verpakkingsloos kan hartstikke goed. En het leuke ervan is dat je komt bij allemaal kleine producenten die lokaal dingen produceren. Yeah. Vers maken. Je komt niet bij de grote jongens terecht, die moeten dat eigenlijk natuurlijk wel mee. Maar de kleine visboer, de bakker, die alles vers maakt, ja, daar kun je verpakkingsloos spullen halen. Ja, en zo heb je dus in Zwolle allerlei winkeltjes waar je verpakkingsarm je boodschappen kan doen. Nou, deze delicatessenzaak bijvoorbeeld doet mee. Nou, dan heb ik dus mijn eigen bakje voor de nootjes. Nou. Ja, en dan krijgt u van mij 5% korting. 5% korting van mijn eigen bakje. Precies. Mooi, hè? Kijk, je koopt hier eenmalig je eigen olijfflesje. Topje erop, afrekenen, mee naar huis nemen. Als hij leeg is, kom je terug. Krijg je gewoon weer een schoon flesje, maar daar hoef je dan niet voor te betalen. Mooi hè? De campagne verpakkingsvrij winkelen is niet ingewikkeld. Is dat ook zo? Voor heel veel producten als fruit en brood en vis en vlees kun je het eigenlijk heel makkelijk voorkomen dat je allemaal verpakkingsmateriaal meekrijgt. Dan is het niet ingewikkeld. Maar voor andere producten is het wel ingewikkeld en moet je het ook vooral verpakt laten, omdat verpakking ook een belangrijke functie heeft. We zijn niet tegen verpakkingen, we zijn ervoor dat mensen er bewust mee omgaan en het voorkomen als dat kan. Kijk, in deze biologische speciaalzaak doe je groente en fruit. Zakkie. Kan ook iets zachter. Net een tasje van bamboe. En als je vies is, dan was je hem even. En dan gebruik je hem weer. Zo, kijk, daar zijn mijn bloemen. Nou, kijk eens, alstublieft.
Dankjewel. Kijk er eens hoe mooi. En met papier, dus niet met cellofaan. Dankjewel, hè. Kijk dan hoe fleurig. Nou, mooie campagne rondom verpakkingsvrij winkelen. Ik eet nog even een visie, want ook deze zaak hier doet mee met het project. En bedenk maar eens hoeveel vis er wel niet ingepakt wordt wekelijks bij de visboer. Helemaal niet nodig, kan in een tupperware bakkie. Of je eet hem gewoon op. Hou je alleen het staartje over. Het is herfst. Het seizoen waarin de natuur de mooiste kleuren laat zien. Deze bomen hier waren van de zomer groen. En dat is maar goed ook, want met die hitte gaven ze echt voldoende koeling. De provincie vindt natuur en groen heel erg belangrijk. Ook hier in de straat en niet alleen in het bos. Natuur en groen is goed voor de gezondheid van de mens, het bevordert de biodiversiteit en het kan het klimaat verbeteren. Kan uw straat wel wat groens gebruiken? Omdat u het mooi vindt of omdat er heel veel tegels en stenen en beton is? Geef u dan op voor de groenste straat van Overijssel. Samen met professionals gaat u een plan maken voor uw eigen straat. En misschien wint u ook nog wel 20.000 euro om het uit te voeren. Meld u aan www.degroenstestraatvanoverijssel.nl. %80 van het energieverbruik van huishoudens is voor warmte. En om die warmte te krijgen gebruiken we vooral nog steeds aardgas in plaats van wind, zonne of bio-energie. Ja, en daar moet het eigenlijk wel naartoe. Sterker nog, de ambitie van Nederland en dus ook Overijssel is om in 2050 helemaal los te zijn van dat aardgas. We moeten van dat aardgas af in 2050. Hoe zit het met Overijssel? Nou, in Overijssel willen we dat dus ook. En ja. We hebben hier 500.000 woningen staan. Dat betekent dat er wel 60 woningen per werkdag van het aardgas af moeten. Klinkt als een flinke uitdaging. Hoe gaan we dat doen? Dat is een hele grote uitdaging inderdaad. We gaan wijk voor wijk, stapje voor stapje, in heel Overijssel, de woningen van het aardgas afhalen. Okay. Gebeurt er al wel veel? Ja, we hebben een aantal voorbeelden in Overijssel waar echt gewerkt wordt aan een aardgasvrije wijk. En een van die hele mooie voorbeelden is in Enschede. Ja, staan we bij Twents. Op wat voor manier dragen jullie bij aan die uitdaging om van het aardgas af te gaan? Nou, wat wij kunnen doen als Twents is het warmtenet in Enschede. Het mooie warmtenet wat daar ligt, voorzien van duurzame warmte. Hoe begint het? Nou, wat je hier ziet is een grote veel biomassa. Die biomassa dat is het zogenaamde B-hout, wat niet meer gerecycled kan worden. Nou, het hout werken we hier nog een keer op. Dus dat betekent dat we de schroeven en de spijkers eruit halen, dat we het verkleinen, zodat het de juiste grootte heeft voor de volgende behandelingsstap. En dan gaat het van hieruit zo de oven in. In deze oven, daar wordt dat mooie biomassa die hier net via transportbanden in die oven komt, daar wordt hierin verbrand. En daarbij komt de energie vrij. Oké. Okay. Laten we het water doen. Dat kan ik je even laten zien. Oh, machtig joh. Verschrikkelijk vuur. Ja, die temperatuur is ongeveer 800-900 graden. En hoe werkt het dan? Nou, dit is die oven. Nou, aan deze kant van die oven daar brandt het vuur dat we net gezien hebben. Ja. Nou, en wat je hier kan zien is dat in die ovenwand zitten allemaal buizen in. En door die buizen stroomt water. Nou, het water wordt natuurlijk warm, ja. Vanwege dat vuur wat hier aan het branden is. Wordt omgezet in stoom en al dat buizen komen als het ware op één grote verzamelbuis bij elkaar. En dan gaat de stoom... Daar gaat de stoom naartoe? Daar gaat de stoom naartoe. Ja. Nou, wat je hier ziet gebeuren is dat die stoom, die komt hier bij elkaar. En die wordt in de zogenaamde warmtewisselaar, wordt die omgezet eigenlijk in warm water. En dan kan je hier zien hoe dat warme water richting Enschede vertrekt. Dat hete water van Twente komt dan richting Enschede. En dan nemen jullie van en natuurlijk het over. We staan in Enschede, leg even uit. Wij pakken dat warme water, hè, dat is een graad of 100, 110, pakken wij over en met dikke buizen, je ziet ze hier liggen, ja. Transporteren we dat van de zuidkant van Enschede langs het centrum heen naar het noorden van Enschede. En het idee is natuurlijk dat al die woningen en bedrijven die daar langs liggen, aangesloten gaan worden op dat warmtenet in Enschede. Ja, dat is enorm. Maar die opgave om van het aardgas af te gaan is natuurlijk een enorme opgave. Ja. En wij denken dat warmtenetten echt een hele belangrijke rol erin gaat vervullen. Ik denk in steden dat
misschien de helft, misschien wel 2/3 van de woning op warmtenetten worden aangesloten. Okay. Waarbij je dus warm water van bijvoorbeeld Twents gebruikt. Maar in de toekomst zou je ook geothermie kunnen gebruiken, ja. Warm water uit de bodem. Of warm water wat uit fabrieken komt, om die woningen te verwarmen. Kijk, hallo. Ja, aangesloten op het warmtenet. Ja, zeker. Helemaal anders? Nou, nee, eigenlijk niet. Nou, het is eigenlijk heel simpel, want het komt dus hier binnen. En hier gaat vloerverwarming in. En we hebben vloerverwarming, dus geen radiator. Ja, lekker warm, hè? Het is heerlijk warm hier. Voel je ook niks van? Nee. Ja, en het enige verschil is dat je dus eigenlijk... dat je, ja, we koken niet op gas, op inductie. Hij is aan het bakken. Ja, nee, hij kan niet koken, maar... Ik kan altijd een poging doen, toch? Maar is dat dan een nadeel? Vind je het lastig dat je dat een keer... Nee, je hebt alleen nieuwe pannenset nodig. Ja. Vergeleken met ons vorige huis zijn we hier per maand ongeveer 75 euro goedkoper uit. Oké. Okay, dus dat is wel geld. Goed gevoel bij? Helemaal. Hoe is het met het eitje? Bijna klaar. Schiet niet op. Hij draait hem om. Hoe groot is het? Wat gaan jullie allemaal verwarmen? Op dit moment zijn in Enschede 8000 woningen aangesloten op het warmtenet. Maar we kunnen tienduizenden woningen, wij denken de helft van de woningen en bedrijven, in Enschede aansluiten op dit warmtenet. Prachtig, dus de helft van Enschede gaat puur door die reststroom van Twents verwarmd worden. Ja. En daar wordt nu hard aan gewerkt. Zo is dat. Volgende week in het Groene Oosten. Aandacht voor energie-neutrale wijken, de houtkachel versus de pelletkachel. En heel veel kinderen die tijdens een foodcamp bij de boer leren dat melk toch echt uit de koe komt.